Het festivalseizoen in Breda is alweer in volle gang. We hebben nog maar net het jazzfestival achter de rug en vandaag staat alweer de Dance Tour op het programma. Een gratis festival wat door heel Nederland wordt georganiseerd. En vandaag dus op het Chasséveld in Breda. Ik kan de muziek hier al horen. Ja, super bedankt man. Super leuk. Super. Hoe was het? Het was heel vet. Het was nog niet super druk, maar het was wel een hele vette ervaring. Sowieso wel een van de topste dingen die ik tot nu toe heb gedaan in muziek, zeg maar. Dus dat is wel, Ja, want je hebt zoals eerder op zo'n groot podium gestaan? Nee, niet zo groot. Dit is wel echt next level voor mij dan. En ik hoop dat ik het vaker mag doen, man. Het is super, super vet. Super leuk. Super leuk. Wat aan Dance Tour echt gewoon speciaal is, dat het gratis is. Het is gewoon voor iedereen van de leeftijd van 16 jaar en ouder is gratis toegankelijk. En we maken ook heel veel gebruik van top DJ's, maar ook gewoon van jonge DJ's. En zeker nu in Breda zijn een heel goed voorbeeld daarvan is Danik. Danik won in 2009 de DJ Clash, die opende hier ook vandaag. En nu is Danik een van de grootste DJ's ter wereld. En dat hopen we toch ook wel met die projecten te bereiken. Zeker tot nu toe zeker een succes. En dat maakt Dance Tour ook gewoon zo mooi dat er ook maatschappelijke projecten aan verbonden zijn. Want naast de DJ Clash doen we ook nog de Mixperience. Dat is eigenlijk voor de verstandelijk gehandicapte mensen of mensen met een beperking, om het zo te zeggen. En dus we willen muziek eigenlijk gewoon toegankelijk maken voor iedereen. En wat is vandaag voor jou het hoogtepunt? Nou, voor mij is het gewoon het hoogtepunt als het gewoon helemaal vol staat, het terrein. Dat is gewoon waar we naar streven en dat iedereen gewoon een goede dag heeft. Kan ik echt beginnen? Goedenavond, van de achterbaas en die fucking handje!
Ready tonight.